Peggy 7. Pret met Pokémon! Welkom terug bij een nieuwe spannende aflevering over Pokémon. Vandaag gaan we weer op verkenning in de Alola-regio met Pokémon Sun en Pokémon Moon. We zeiden de vorige keer al dat je in de Alola-regio nieuwe Pokémon vindt. Sommige van deze Pokémon hebben ook fascinerende vormen. Zeker! Sommige van je favoriete Pokémon uit andere regio's zijn ook in Alola gesignaleerd. Maar dan met gloednieuwe Alola-vormen. Pokémon met deze Alola-vormen zien er anders uit. Kennen jullie Meowth uit onze laatste aflevering nog? De Meowth in de Alola-regio ziet er anders uit dan in andere regio's. Dit is zijn Alola-vorm. Cool, maar Meowth is niet de enige. Je kunt nog allerlei interessante Pokémon met Alola-vormen ontdekken. Sommige Pokémon met Alola-vormen hebben zelfs andere eigenschappen. Nu wil ik een super gaaf item laten zien. Dit is de Rotom Pokédex. De gewone Pokédex is een speciaal boek met al je Pokémon-informatie. Iedere Pokémon die je tegenkomt en vangt, heeft een heleboel handige info. De Rotom Pokédex is een speciale Pokédex die je alleen vindt in Pokémon Sun en Pokémon Moon. Hij heeft wel een eigen willetje. De Pokémon Rotom woont in deze Pokédex en maakt hem erg charmant. Hij komt zeker goed van pas op je avontuur en biedt allerlei informatie over de Pokémon die je onderweg tegenkomt. Schijnbaar kun je hiermee zien welke aanvallen je het beste kunt gebruiken en waar je naartoe moet op je reis. Ik kan niet wachten! Een pratende Pokédex is geweldig! Ik ben echt benieuwd. Ik denk dat we binnenkort weer naar Alola gaan. Maar laten we eerst nog een quiz houden waarin je de Pokémon moet raden. Kunnen jullie zien welke Pokémon dit is? Hier is een tip. Het is een ground Pokémon die onder de grond woont en dol is op graven. We zullen het nog makkelijker maken. Heel misschien zit het woordje dik wel in zijn naam. Het is Diglett! Diglett is een schattige ground Pokémon die tunnels graaft onder de grond en graag lekkere plantenwortels eet. Hij is misschien wel schattig, maar hij kan ook hartstikke goed vechten. Nou, dat was het dan weer. Hopelijk hebben jullie weer iets bijgeleerd over de wereld van Pokémon. Tot de volgende keer. Dag!